We hebben ondertussen beslist, het worden tuurbedden, die we onlangs hebben getest in Portugal. Vandaag een kabinet gehuurd, ik ben hier bij Revor in Kuurne. En ze zouden moeten klaarstaan om mee te pakken naar Portugal. Hè. Mijn camion is voorlopig een pleeg. Dit is Seppe van Tuur. Hey. Alles goed? Ja, ça va, ça va. Klaar voor de bedden op te halen? Ja, het zal wel. En dan naar Portugal te rijden. Mooi. Hoe lang is dat rijden? 20 uur. 20 uur. Ja. Ja. Ah, ja, okay. Matrassen kunnen gewoon uithalen. Ja. Hey. Het zit al goed vol. Ik ben er al mee weg, hè? Yes. Zie je in Portugal, hè? Yes, absoluut. Ja, kom zeker een keer af. Het is zondagmorgen 8 uur. Vincent komt er nog meteen aan. En we gaan met deze camion richting Portugal vandaag. In die camion zit de inboedel van ons nieuwe huis. Dinsdag is de oplevering van ons nieuwe huis. En ik ben heel benieuwd om het te zien. Het is eindelijk zover. Na 2 jaar dat we ons huis hebben gekocht, het is klaar. En we kunnen eraan beginnen. Hè. En in deze zomer gaan we dan alles gaan klaarzetten en doen. Spannend. We zijn 13 uur onderweg. We hebben ondertussen 1200 kilometer gereden. We gingen het in één trek doen, maar dat gaat toch niet lukken. Het is nu nog ongeveer 6 uur naar Portugal, maar we gaan stoppen in Valladolid. En dat is nog 2 uur rijden, dan een dutje doen. En ik weet niet wat het is met Vincent, maar hij zit achter de camera. Vincent, alles goed, jongen? Ja hoor. Alles goed. Oh, I think I love the DJ. Yeah, another replay. And yes, that's what we say. It's up on the weekday. Oh yeah, yeah, I see you. Hey, hey, darling, I need you. Hey, and this here for me too. Hey, I see you. Ja. We zijn er. We zijn aangekomen. Het is 2:40 in Valladolid. Eerste nachtje erop. Hoe slapen, Vincent? Wat? Hoe slapen? Tot later. Tot later. Prachtig zicht op de rotonde. Monday morning. We zijn aangekomen in Portugal, aan ons huis. Het is 2:30. Oh, man. Hi. Dat is echt zalig. Het is al vervangen. We zijn in het hotel Rio do Prado, waar ik al een paar keer geweest ben. Vlakbij ons huis in Salido Porto. Vanmiddag is de oplevering, maar we zijn al de hele voormiddag aan het werken. Ik ben gaan lopen gisteren. Het is hier prachtig, echt waar. Ik heb een gebied ontdekt in de baai van Foz do Arelio. Het is gelijk Twin een beetje.
Dus nu nog een paar meetings en dan is het eindelijk zover. Het moment dat we de sleutel gaan ophalen, oplevering. Kijken of ze alles in orde hebben gedaan. Dan gaan Vincent en ik de camion legen. Dan, ja, ik weet niet, nog een wandeling doen, iets gaan eten ergens. En dan morgenochtend terug naar België. Het was een blitsbezoek aan Portugal, maar ik ga niet er wel te volgen. Don't try to fight it. I know you trying to hide it. Hey, you only want the real though. Showing your girls got real though. Wanna come through and chill though. Something that you can feel though. Ooh, you know I don't play with it. One taste and you might stay with it. November up to May with it. All night to up the day with it. You're hotter than a sauna. I'm so guilty, your honor. Too hot. We hebben alles uitgehaald. Straks gaan we een klein beetje bouwen. Maar de tafel hebben we al gebouwd. En we zijn aan de eerste maaltijd aan het eten. Mm. En het zijn super lekkere dingen dat Vincent is gaan kopen. Wat is het beste? Wat heb je? Of is het beste die kaas? En die confituur al proeft? Nee. Moet je dat doen? Ja. Ik vind het echt kut dat ik straks hier moet vertrekken. Hier moet natuurlijk nog planten komen. Dit is de eerste kamer. Onze berging. Nog een kamer, nog een kamer. Badkamer. Wasmachine. Het zwembad, er moet nog een trap op komen. Ik zal nog twijfelen of ik ga laten verwarmen of niet. Hoppakee. Zet naar de kastenboot. Zalig. Echt zalig. Surrealistisch een beetje. Klein beetje surrealistisch, maar echt cool. Het is een natuurgebied, veel te rommel aan de zee. Je kunt er komen joggen, verdwalen, wandelen. Vincent zat er ergens op. Uw afstand nog open? Ja, ik weet het, maar ja, we zijn niet zo lang weg. Ja, nee, ik vertrouw dat hier niet. Okay. We hebben een probleem, we staan in Lacanau. We hebben vandaag al 1300 kilometer gereden. We gingen in één trek tot in Kortrijk rijden. Maar de motor wil niet meer mee. Hij is begrensd op 20 per uur, het motorprobleem. Het zou kunnen zijn dat AdBlue is, maar er is een luchtverontreinigingsprobleem. Gelukkig staan we aan een McDonald's. Gelukkig. Straks komt er een depaneur van Renault. Snoepjes. Marshmallows. Oreo. En? Zo heftig. Problemen zijn opgelost. Er moest AdBlue in. We rijden weer. Maar we gaan het wel niet halen in één keer. We gaan slapen in Tours. Dat is nog 2 uur rijden van hier. Dan zijn we daar tegen middernacht of zo. Maar blij dat we verder kunnen. We zijn terug in Kortrijk. Alles is goed gekomen met de auto. Nog een nachtje in Ibis geslapen. In Tours, maar we zijn thuis, terug thuis.
Dan het andere van alles is dat ik nu direct, alleen na 3 uur weer weg moet, hebben we nog een opdracht voor een klant van ons, Battlecard, in de expo. Wat influencers die tegen elkaar rijden voor de Tag Mac Trophy en ik moet er even aanwezig zijn. Maar ja, werken hoort er ook bij natuurlijk. Het is zondagavond, ik moet gaan werken. Naar Amsterdam hier bepaald voor de laatste aflevering op te nemen van Hannes is een sukkel. We gaan naar het woordenboek. Ça va? Ja, maar die? Mwah. Ja, ik heb er wel zin. Don't you, don't you, hey. Dance with me. Don't you. Woo. Een upgrade gekregen van kamer. Omdat de stewardessen arrogant waren. Is dat? Ja. Nee. Ja? De stewardessen moeten in gewone kamers blijven. Ze hebben een vlucht geannuleerd gekregen. En dus zit vol per ongeluk. En dus krijgen wij een upgrade. En de stewardessen niet. Oh, holy nice. Dat is een goede upgrade. Check it. Leuk om wakker te worden hier morgenochtend. Oh ja, ramen. Stop niet met spelen. Prachtig toch? Goedemorgen. Wauw. Dag Amsterdam. Het is gedaan ook eigenlijk. Het ja, is de laatste auto. Toevallig gekwaar gemaakt voor ons. Oh, ah. En jij ook gebonden? Ja, het kaaskraam. Iedereen, volg het kaaskraam op Instagram. Ja, zeker. En Caroline ook anders. Ziet dat ik haar zus bevoordeel. Voilà, de opnames van Hannes is een sukkel zitten erop. Ik ben terug van Amsterdam. Ik verlang om de kindjes te zien. En die hebben dan natuurlijk... Don't you, hey. Don't you, don't you, hey. All right. Don't you, don't you, don't you.